vier speelronden is dit de stand in het FC Groningen voetvolleytoernooi. Twee ploegen aan kop, Bizot, Hiarier en Kostic met 9 punten. Net als Kieftenbelt, De Leeuw en Botteguin. De beslissing kan vallen in speelronde 5 waarin de twee koplopers tegen elkaar uitkomen. Het team met Michael Kieftenbelt, Michael De Leeuw en Erik Botteguin gaat de strijd aan met de ploeg bestaande uit Marco Bizot, Tom Hiarier en Philip Kostic. Team Kieftenbelt is sterk uit de startblokken gekomen en heeft meteen een 4-0 voorsprong genomen. Team Bizot moet dus iets aan die achterstand doen. Kostic op Hiarier en dan deze bekeken bal van Kieftenbelt. Kostic kansloos, 5-0. De ploeg van Kostic, Hiarier en Bizot komt er niet aan te pas. Hier is Bizot kansloos. 6-0 voor team Kieftenbelt. Het gat is geslagen. Het verschil van 6 punten lijkt niet meer te overbruggen. Zeker niet als Kieftenbelt opnieuw scoort met een bekeken kopbal. En dat doet hij hier. En dan is het 12-6. Maar even later is het verschil toch wat kleiner geworden. Het is 14-11. Het kan dus nog steeds voor team Bizot. En dan is er zelfs even paniek bij Kieftenbelt. En dan zien we de mooiste rally van de wedstrijd. Team Kieftenbelt wordt flink onder druk gezet. Het is alles of niets voor Bizot, Hiarier en Kostic. De bal gaat over en weer. Dan Kostic op Bizot. De Leeuw. En miscommunicatie tussen Bizot en Kostic. En de blijdschap bij Botteguin. Uiteindelijk winnen Botteguin, Kieftenbelt en De Leeuw met 16-11. En zo komen zij alleen aan de leiding in het tussenklassement. Met nog 1 speelronde te gaan, kan hen de eindzegen bijna niet meer ontgaan. Ja, dat is vooral dat Botteguin een kop groter is dan het net, is vooral wel handig. Dat is alleen maar die bal aan hem en hij, hij hoeft alleen maar omlaag te kop. En dat zijn de punten. Ja, hoe leuk is dit om dit te doen? Ook als afwisseling, zeg maar. Ja, zeker leuk. Ook omdat we nu een vrij weekend hebben, dan kan het gewoon. En het is ook goed voor de teambuilding. De laatste speelronde blijkt een formaliteit. Het team van Bizot is de teleurstelling van de nederlaag niet meer te boven gekomen en verliest ook de laatste partij. Het team Kieftenbelt gaat door met winnen, weer dankzij de kopkracht van Botteguin. De tegenstander in de laatste speelronde, team Sherry met Feder, Luciano en Magnasco, wordt verslagen met 18-13. En zo worden Kieftenbelt, De Leeuw en Botteguin winnaar van het voetvolleytoernooi met 15 punten. En nog belangrijker, het levert ze een punt op in het maandelijkse spelersklassement. Een klassement dat de winnaar in de maand december een extra vrije dag oplevert. We zijn al een tijdje bezig in november. Elke maand is weer nieuwe punten te verdelen. Dus ja, we gaan nu richting het einde, dus het is wel een lekker punt.